Goedenavond, welkom op de nabespreking van een fijne avond, denk ik. 4-0 tegen Molde. Ik ga het woord geven aan de coach voor zijn analyse. Jullie mogen onmiddellijk beginnen met vragen te stellen. Voilà. Dag Heijn, hoe groot is de opluchting dat jullie nu toch Europees overwinteren? Er is geen opluchting. Dit is een van onze targets, van onze drie targets. En wij wisten dat we er alles moesten aan doen om dat te bereiken. Dat hebben we ook gedaan. Dat hadden we ook in de vorige match gedaan. Alleen hebben we daar te veel fouten gemaakt, waardoor we onnodige doelpunten hebben gepakt in bepaalde matchen. Te veel kansen laten liggen ook. Maar als je die matchen analyseert en bekijkt, ja, dat was het buiten de wedstrijd in Mulde, waar het wel evenwichtig was. Maar al de rest was het gewoon Gent dominant. Gent drie keer zoveel kansen als zijn tegenstander. Maar niet efficiënt genoeg. En oké, hadden wij de lijn van de eerste helft doorgetrokken, waarin dat eigenlijk weer dat verhaal was. Grote kansen missen. Dan hadden we hier misschien 0-0 gespeeld, dan waren we uitgeschakeld. Maar met alles te doen wat we moeten doen. Maar je moet ze natuurlijk maken. En in de tweede helft vliegt er dan in binnen. En in de scrimmage op de tweede goal maak je dan, op die corner maak je dan een tweede doelpunt. Dan zijn ze wat gekraakt en dan ga je voor 3 en voor 4-0. Maar ik ben tevreden voor de jongens, hè, voor de spelers. Niet dat het belangrijk is, maar we kijken zo naar de punten die gegeven worden in de krant aan onze spelers. Dus ze hebben na één match 2, 3 en 4 allemaal gekregen, denk ik. Omdat we 4-2 verloren hadden. Dus nu verwacht ik dat ze allemaal 8, 9 en 10 gaan krijgen. Hè. Maar we hebben 4-0 gewonnen. Dus